Goedenavond allemaal. Ik ga u al eens een beetje laten zien van die mooie schilderij die ik u van de week allemaal heb laten zien. En ik zal het nog eens eventjes uitleggen. Voor degene onder jullie die dat bijvoorbeeld ook willen gaan kopen in de Action. Dus 1 is rood. En dan staat er een plusje, dan moet je daar een beetje wit bij doen. En dan krijg je de kleur 5. En dan moet u op uw kavant zien waar dat de kleur 5 is. Ik heb die nu al allemaal gepasseerd, denk ik. Want dat was deze trosje. Ja. En dan voor dan het donkere er daarin, dat was dan 1 plus zwart en dat wordt dan 9. En dat is dan dat donkere daarin. En zo moet u dus altijd, en als u bijvoorbeeld deze kleur moet mengen, kleur 14, dan moet u eerst 2 blauw pakken, een beetje van rood en dan hebt u 14. Maar dan moet u ook nog in sommige gevallen 15 hebben en dan moet u daar weer een beetje zwart bij doen en dan hebt u 15. Dus het is eigenlijk niet moeilijk eigenlijk op zijn eigen om de kleuren te krijgen ongeveer gelijk ze hier op het doek, op de kaft staan. En als u nu een kleur moest hebben dat u zegt het is niet de juiste kleur en u wilt dat veranderen, doe dat dan niet onmiddellijk, maar wacht tot de volgende dag tot uw kavans goed droog is. En dan gaat u er met de gewenste kleur over. En dan zult u praktisch dat resultaat krijgen dat u dus wenst. Maar nooit niet onmiddellijk over een natte vlek nieuwe verf opbrengen. Want dan, dat gaat niet lukken. Hè? Als u verstaat wat ik bedoel. En nu zijn we die kleine bloemetjes hier aan toe. En soms moet u een klein beetje water hebben. En u ziet uw paletje, daar kunt je lang mee doen, omdat je allemaal maar kleine beetjes nodig hebt, hè. En ik zat er meteen, ik dacht dat ik niet zou toekomen met de kleuren. Maar dat is verkeerd, want u komt ruimschoots toe, gelijk ik tot nu toe al gewerkt heb. En dat ik zie wat ik nog moet doen met rood. Hè, dat is al het diepste gezakt. Maar dat zijn de bladen, de bloemen bekend, allemaal van ingekleurd. Dus dan gaat u het nog overhouden. Dus u moet geen bang hebben dat je niet gaat toekomen met de kleuren. En moest dat nu het geval zijn, iedereen heeft wel een beetje acrylverf, zo'n klein doosje, waar je u voort mee kunt helpen. Denk ik dat iedereen dat wel zal hebben, de knutselaars onder ons. En als u dus met dat fijn penseeltje dat ze erbij doen, dus kleurt, dan kunt u mooi in de lijntjes kleuren, gelijk u ziet. En dat is hetzelfde bloemetje hier.
Het gele heb ik al gedaan en nu ben ik zo'n beetje bezig met oranje. Misschien nog een klein titsje geel. Ziet u? En dan krijgt u direct wat meer oranje op uw penseel. Ziet u? En dat kan geen kwaad, hè? Dat is naar uw eigen fantasie gaat, hè? Dat moet nu niet exact hetzelfde zijn als op de verpakking staat, hè? Even een penseel een beetje meer toe krijgen. En dat is het resultaat van 2 dagen al dat ik eraan gewerkt heb. Dus dat is toch al, hè? En ik heb dan ondertussen, ja... andere dingen gedaan. Je moet alles, ja, drinken. En ik heb dan ondertussen al zo eens een woordzoekertje gedaan. Hè? Dat doe ik ook om uw geheugen en om uw schrift bij te houden. Omdat je niet meer, ja... Als je niet dagelijks schrijft, dan krijg je er zo wat moeilijkheden mee. En dan hebben we hier nog zo'n soortgelijk bloemetje. Dus u ziet hoe ver u komt met een klein beetje... nog een klein beetje geel voor wat meer oranje. En hoe meer geel u erbij doet... Hoe oranje er dat het wordt, ja. En deze is een excellent penseeltje dat ze erbij doen. En bij ieder schilderij hebt u dus een penseeltje, krijgt u een penseeltje. Alleen een mengbakje, dat is er niet bij. Daar moet je zelf voor zorgen. Maar voor €1,74, hè, wat wil je? Het is heel ontspannend. En de verf gaat er goed af, want als we dan aan het kuisen zijn, dan doen we dat in het laatste sopje waar je mee opneemt. En zo gaat de verf van het paletje. Het gaat er volledig af. Ziet u? Een klein beetje water pakken. En u ziet dat u zo wat servietten rond u hebt liggen. Dat u borstel als dat nodig moest zijn. En als er kleine kindjes in de buurt zijn, dat is een potje dat dus volledig afsluit. Mm-hmm. Hè? Als ze dan per ongelukje moesten tegenstoten. En dat is ook verkrijgbaar in de Action, geloof ik. Ja, die komen van de Action. Ja, die komen ook van de Action. Dus u kunt dat volledig helemaal dicht doen. Mm. Ziet u? En als het dan omvalt, kan het misschien wel zijn dat het een klein beetje... Ja, maar dat gaat geen echte grote... Ravage hebben, ja. Ziet u hoe mooi dat het is? Heb ik nu nog, ja, ik heb nog een soortgelijk bloemetje. Dat ik jullie nog even kan tonen.
Want voor mij is het gemakkelijk, maar de cameraman die moet staan natuurlijk. Hè? En dan, als je lang op dezelfde plaats moet staan, dan word je natuurlijk moe in je benen. Hè? Want dat is het volgende toch dat ik me zou willen aanschaffen. Dat is een mobiele camera. Dus één die ik zelf kan bedienen. Maar momenteel zit dat er niet in, want nieuwjaar cadeautjes en ik zal u direct nog eens het en wat het verschil tegenover vroeger is, is dat het nu dus werkelijk kavans is. Mm-hmm. En vroeger was het boordkarton. Mm-hmm. En dat geeft toch nog een ander effect. Ja. Deze is mooier. En ook, ze zijn veel duidelijker. Want ik heb het u van de week gezegd. Ik heb dat al veel gedaan. Zo dat met de op numero schilderen. Maar dan was er altijd toch of je kwam verf tekort of kijk, ziet u. Ik zal het mijne er nu eens even pakken. Dan ziet u dat dat heel erg gelijkt, hè? Mm-hmm. En dat er natuurlijk nog heel veel werk aan is. Maar dan moet u... U zult wel verplicht zijn vanaf en toe eens te stoppen. Mm-hmm. Omdat u verf moet drogen. Ja, inderdaad. Maar dan kun je andere dingen doen. Maar dan kun je, ja, dan kun je ondertussen eens iets anders doen, hè. Dus ja, beste kijkers. Dat is wat ik voor u voorlopig heb als ik nog wat gevorderd ben. Dan zal ik u zeker het resultaat laten zien. Een goede avond nog en duim op. Dag!